Dames en heren, welkom bij de tijd van wereldoorlogen, les 6, de Eerste Wereldoorlog, Vrede van Versailles voor de HAVO. deze video hebben we het leerdoel: wat waren de gevolgen van de oorlog en in dit geval de Eerste Wereldoorlog? En dit leerdoel hoort natuurlijk bij het kenmerkende aspect het voeren van twee wereldoorlogen. De Vrede van Versailles. Duitsland kreeg de schuld voor het Uitbreken van die Eerste Wereldoorlog. Want Duitsland had de oorlog verloren en werd gedwongen te tekenen: wij zijn inderdaad schuldig aan het uitbreken van deze oorlog. Maar we hebben in de eerdere video's al gezien dat dat niet helemaal eerlijk is. Maar ja, ze waren nu eenmaal de verliezers en de overwinnaars dicteren natuurlijk wat er gaat gebeuren. Er werd een verschrikkelijk vernederend vredesverdrag opgetekend. In Versailles en Versailles dames en heren is natuurlijk de paleisstad uh, uh, van uh, van Frankrijk en, en eigenlijk is het een klein beetje een steek onder water van Frankrijk. Frankrijk was namelijk gedwongen om om uh, um te getuigen van de geboorte van Duitsland in 1871, ook in Versailles. Dat was van Duitsland ook niet helemaal netjes om, juist in het Franse paleis, om daar het Duitse keizerrijk uit te roepen. En als wraak dwingen de Fransen om de Duit, uh, Duitsers te laten tekenen in datzelfde paleis in Versailles. Nou, wat staat er nou allemaal in dat verdrag van Versailles in 1919? Allereerst. Duitsland moet elzas lothringen teruggeven aan Frankrijk. En dat is uh, nummertje 7, dames en heren, op dit kaartje. Dat gebied hebben de, hebben de Duitsers in 1871 ingelijfd. Dat was onderdeel van Frankrijk. En vanaf 1871 was dat onderdeel van Duitsland. Dat moesten ze teruggeven. Verder verliezen ze grondgebied aan een nieuw land dat ontstaat na, de, uh, na 1919. En dat is Polen. Nummertje 2 en nummertje 3 uh, moeten ze geven aan een, het nieuwe land Polen. Verder verliest Duitsland al haar koloniën. Duitsland had in de loop van de 19e eeuw, eind 19e eeuw, wat koloniën verworven. En die moesten ze allemaal afstaan aan met name Frankrijk en Groot-Brittannië. Wat ze verder nog opgelegd kregen was dat ze maar een heel klein leger mochten hebben. Maximaal 100.000 man moesten ze hebben, mochten ze maar hebben. Zodat Duitsland nooit meer een bedreiging zou vormen voor de omringende landen. En voor een gigantisch... Land als Duitsland is 100.000 mensen echt heel erg weinig mensen. Dus uh, ze, ze werden op die manier ook behoorlijk vernederd. Ze mochten geen zware wapens ontwikkelen, geen tanks, geen onderzeeboten, geen vliegtuigen. Alles wat maar enigszins dreigend kon zijn, mochten zij niet doen. En als laatste, ik heb het al gezegd, ze moesten dus schuld bekennen voor die oorlog. En als je dus schuldig bent en je bekent dat je tekent daarvoor. Ja, dan ben je de dus schuldig, want je hebt ervoor getekend, je hebt het toegegeven. En dat betekent dus dat uh, de geallieerden hen kunnen opleggen om gigantische herstelbetalingen te doen voor alle aangerichte schade die Duitsland heeft gedaan. Ze waren immers schuldig en wie schuldig is moet betalen. Dus Duitsland moest enorme bedragen jaarlijks gaan betalen aan Frankrijk en Groot-Brittannië en de andere geallieerde landen, omdat zij uh, zo geleden hadden onder die oorlog. Nou, na de eerste wereldoorlog, na die verschrikkingen van de eerste wereldoorlog, zochten landen eigenlijk een oplossing om dit soort verschrikkelijk bloedvergieten voor de toekomst te vermijden. En het was de president Woodrow Wilson van Amerika die bedacht, weet je wat? We moeten een volkenbond oprichten, een internationale uh, organisatie uh, die bij elkaar komt om conflicten te bespreken. En om de conflicten dus met, uh, met gesprek, met overleg uh, op te lossen. En niet door oorlog. Nou, die Volkenbond wordt in 1919 uh, aan, uh, uh, wordt opgericht. En. Op die manier proberen ze eigenlijk die toekomstige conflicten te voorkomen. Maar Duitsland werd verboden om lid te worden van die volkenbond. Want Duitsland mocht natuurlijk geen stem hebben. Duitsland was de verliezende, uh, het verliezende land in de, in de oorlog. En uh, mocht pas later lid worden van die volkenbond. Maar in 1919 zeer zeker nog niet. De Eerste Wereldoorlog zorgde voor het einde van eigenlijk vier. Tussen aanhalingstekens, keizerrijken. Namelijk het Duitse Keizerrijk bestond na de Eerste Wereldoorlog niet meer. Oostenrijk-Hongarije, dat was een dubbelmonarchie, maar er was een leider en dat was Keizer Jozef. Eh, bestaat niet meer. Uh, Rusland uh, bestaat niet meer. De Tsaar uh, is, is niet meer aan de macht in uh, Rusland. Daar komen we zo meteen op. En het Ottomaanse Rijk, een sultanaat, maar in principe een soort van keizer, bestaat. Ook niet meer na die Eerste Wereldoorlog, dus eigenlijk het einde van vier grote keizerrijken. Duitsland werd gedwongen om een democratie te worden na de Eerste Wereldoorlog en de Duitse keizer Wilhelm II vluchtte naar Nederland waar hij de rest van zijn leven ver, uh, verblijft eigenlijk hè, in ballingschap. De multi staat, dat betekent een veelvolkerenstaat, een staat waar meerdere volkeren in wonen, Oostenrijk-Hongarije, uh, viel uit ene verschillende landen, dus dat, uh, dat, dat keizerrijk bestond niet meer en waren nu allerlei verschillende landen, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechoslowakije, en ontstond weer een nieuwe multi staat, namelijk Joegoslavië, Servië, Bosnië, Slovenië en Kroatië. En zo zie je dus eigenlijk dat alle. Uh, verschillende etniciteiten, verschillende nationaliteiten hun eigen land krijgen, hè, dat, uh, die gesneden worden uit dat Oostenrijk-Hongaarse Rijk. Nou, Rusland bleef eigenlijk als enige over uh, van de oude multi-etnische staten, maar het was geen. Keizerrijk meer, geen Tsarenrijk meer, want Tsar Nicolas II en zijn hele familie, uh, die were, waren vermoord door de communisten in 1918. Dus dat, dus dat keizerrijk bestond ook niet. Het land bestond nog wel, maar het keizerrijk, het Tsaristenrijk van Rusland, bestond niet meer. En later zien we dus in 1922 dat Rusland uh, overgaat uh, tot een communistische staat, namelijk de Sovjet-Unie. Maar daarover later meer. En als laatste het Ottomaanse Rijk, die, uh, dat sultanaat. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog is dat ook het einde van het multi-etnische Ottomaanse Rijk. Het Ottomaanse Rijk had natuurlijk ook de oorlog verloren, net zoals het uh, Oostenrijk-Hongaarse Rijk. En in 1923 werd er een nieuwe staat gecreëerd uit het Ottomaanse Rijk, namelijk Turkije. Andere delen van het Ottomaanse Rijk uh, werden ook allemaal verdeeld en vielen onder toezicht van de grote overwinnaars, namelijk Groot-Brittannië en Frankrijk. En Dat werden de zogenaamde mandaatgebieden. Dus Frankrijk en Groot-Brittannië gaan grote delen van het voormalige Ottomaanse Rijk besturen. Oké, okay, wat was nou het leerdoel van deze video? We gingen kijken wat de gevolgen waren van de Eerste Wereldoorlog. En het antwoord daarop is: Bij de vrede van Versailles kreeg Duitsland de schuld van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Ze moesten enorme herstelbetalingen doen. Duitsland mocht geen groot leger hebben, geen tanks, onderzeeërs of vliegtuigen bouwen. En ze moesten Elsass-Loteringen teruggeven aan Frankrijk. Ze verloren 10% van hun grondgebied en al haar koloniën. De Volkenbond werd opgericht om de vrede te bewaren. Duitsland werd verboden om lid te worden. De Eerste Wereldoorlog betekende het einde van het Keizerrijk Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, tsaristisch Rusland en het Ottomaanse Rijk.